Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft vandaag het project Duurzame Concurrerende Ontwikkeling van de cassave waardeketen in Latijns-Amerika en de Caribische regio gelanceerd. De launch vond plaats in het Zeisgebouw van LVV aan de Letitia Vriesdelaan. Aan de launch van dit project was er ook een eendaags seminar gekoppeld getiteld Promoting Sustainable Competitive Development of the Cassava Value Chain in Latin America and the Caribbean. Minister Suresh Algu van LVV geeft aan dat voorafgaand aan dit seminar een traject is afgelegd. De vrouwenbeweging Umafus Ranang was namelijk al bezig met de Kokoripap. Het ministerie heeft dus bekeken hoe dit project verder gepromoot kan worden. Zo zijn ze terechtgekomen bij Clayuca, een organisatie die in Colombia gevestigd is. Na gesprek gevoerd te hebben, zei ze van kijk, in samenwerking met Clayuca, EU, kunnen er toch wel projecten uitgevoerd worden in Suriname. En vooral voor de gemeenschap. Maar natuurlijk, wanneer je een project gaat uitvoeren, hebben ze ook dan wat informatie nodig, wat de knelpunten zijn. Alles moet uitgewerkt worden. En zo zijn we uiteindelijk terechtgekomen om de seminar te organiseren vandaag. Hier zullen er verschillende topics gepresenteerd worden, de variëteiten wat we hebben, wat voor knelpunten zijn er, hoeveel wordt geproduceerd, hoe de keten in elkaar zit. En waarom cassave zelf? Cassave is een product wat niet alleen door Suriname gepromoot wordt, maar het is een regionaal gewas. Geheel Caribisch gebied. Omdat we importeren tarwemeel. Tarwe. En dat is iets wat je kan deels vervangen met cassavemeel. Want we zeggen van wat we hier kunnen produceren, moeten we hier gaan produceren. Dat is ons policy. En cassave kan je gebruiken daarvoor, maar je kan cassave ook gebruiken voor dierlijk voedsel of voeding. Om je importbil te reduceren. Algu geeft verder aan dat Clayuca samen met de Europese Unie en wie Umafus Ranang een fabriek in ons land wil opzetten. De bewindsman merkt dan meteen op dat er gevraagd zal worden wat er met de fabriek van Para gebeurt. Zijn antwoord hierop is dat hij nog steeds wachtende is op het KLAT-rapport. Daarna kan er volgens hem op twee sporen gewerkt worden. Vooral tegen de achtergrond dat 1 ton cassavemeel $3500 kost, benadrukt Algu. Als we weten dat Barbados heeft 2 weken weer aangekaart, ze hebben het nodig. Er zijn verschillende landen die dat vragen. Dat betekent dat in de toekomst is, we hebben cultuur van cassave in Suriname, mensen kunnen dat telen op een makkelijke manier. En we gaan dat herstellen. Dit met Clayuca, met beide armen, wanneer we weten dat de staat niet hoeft te investeren en het komt voor de sector terecht. Beter voor de sector, inkomsten verhogen voor de mensen, uiteindelijk voor de staat, je krijgt de kettingreactie. Agrocoöperatie Wie Umafus Ranang is een coöperatie van vrouwen in de agrarische sector, mainly rurale vrouwen. En er zitten verschillende disciplines in. Mensen die planten, mensen die halffabrikaat maken, mensen die eindproducten maken. En als het gaat om de kokorie, want we zijn geen kokorie-coöperatie. We zijn een vrouwen-agrarische coöperatie. Maar de nadruk is gelegd op kokorie, omdat de meeste mensen actief zijn in de value chain voor de kokorie. Ik wil wel meegeven dat kokorie geen uitvinding is van ons. Kokorie is oeroud. Kokorie komt nog van de Indianen. En eigenlijk hebben de Afrikaanse slaven hebben die geleerd van de Indianen, van onze oudste bewoners, hebben het zelf meegebracht naar Afrika, want Afrika kende geen cassave. En nu is het dus terug in Suriname en er wordt allerlei aandacht aan besteed. Tanya Liuashu, zij is voorzitter van de agro-coöperatie Wie Umafus Ranang en daarvoor minister Algu van LVV. We spraken haar vanmorgen in de marge van het eendagseminar van het ministerie van LVV over de ontwikkeling van de waardeketen van de cassave in Latijns-Amerika en de Caribische regio.